Ga maar. Dit is inmiddels het vierde gesprek wat ik heb met ingenieur Perry Winkel. Hij zou een bureaublad met mij delen, omdat we zouden het over dingen hebben. En we hebben het al over een heleboel dingen gehad, over de maan en zo. Maar tot nog toe wil hij niet... Nou ja, kijk, daar komt hij. En wat waren nou ook alweer je onderwerpen? Zeven onderwerpen. Ja, nee, maar dit is het middelste onderwerp van al die zeven onderwerpen. Dus dit is eigenlijk wel het middelpunt van de discussie. Lijkt me wel, ja. Ja. Wat vond jij van de MH17? Goed, stel ik weer even. Ik zou vragen aan jou stellen, dus wat vond jij van de MH17? Kut. Ik was toen op vakantie met Wim Kruidentuin. En op vrijdagochtend ging hij als eerste, stond hij op om croissantjes te halen. Vakantie, ja. En hij komt terug met een krant en die stond helemaal vol met geëikel. En toen kregen we toch een ruzie. Een vliegtuig uit de... Waarom kregen jullie ruzie dan? Ja, omdat ik gelijk al dacht, hoe kan het nou dat er op donderdagmiddag iets verschrikkelijks is gebeurd in de Oekraïne. En op vrijdagochtend heb ik een krant die helemaal vol staat met allemaal tekeningen en schetsen van de omgeving. En de ene piloot die zegt, nou je kan makkelijk een rondje eromheen vliegen. En de andere piloot zegt, nee dat is veel te veel benzine. En een bukraket, die kan 600.000 meter hoog, of een bukraket van mijn zus. Allemaal tegenstrijdige berichtgeving. Maar een feit is toch wel, denk ik, dat ze hadden natuurlijk kunnen zeggen van, hey jongens, Malaysian Airways, vlieg er omheen. Maar ja, die ene piloot zei van niets. Want dan moesten ze lang... We gaan er gewoon dwars doorheen. En ook al worden we door Russische bukraketten naar beneden gehaald, we gaan er gewoon dwars doorheen. Ik heb die... Ik ben ook blij dat het bukraketten zijn in plaats van fukraketten, want... Stel je voor dat fuckraketten waren geweest. Dan waren we als Nederlanders zwaar genaaid. Maar jij bent van de theorie dat er helemaal geen mens overleden is bij dat verhaal. Er zijn zeker mensen overleden. Waarom maak je er dan een grapje met een B door een F? Waarom heb je... Oh, om als er mensen doodgaan, dan kan ik geen grapje over maken. Ik bedoel, dat is net zoiets als wanneer ik moslims beledig. Terwijl ik niet degene ben die ze beledigt, maar zij degene zijn die zich beledigd voelen. Ja. Ik bedoel, dat is altijd een vraag. Het punt is, als je een grapje maakt... Dan gaat het niet om het beledigen van de overledene. Ja. Het gaat om het grapjes maken over de overlevenden, de familieleden. Die denken van, wat loop jij nou te effen met je bukraketten? Nee, maar Perry, is er niet altijd iemand bij wie het verkeerde keelgat inschiet? Nou, je had ook kunnen zeggen, een bukraket is altijd nog beter dan dat je... Wat ik ook... Je kan het ook zo heel grof maken, maar... Dan een fuckraket. Ja, maar waarom niet gewoon een bukraket? Dat je als homo een beetje voorover buigt. Hier komt mijn bukraket. Ja, mijn bukken, even bukken en dan komt mijn raket. Ja, zo was het niet. Ik denk wel dat er wat gebeurd is hoor. Ja, als jij even voorover buigt, hè, dan komt mijn raket. Nee, zo homo zijn we dan weer niet, hè?
Daarmee bedoel ik, je hoort er geen geintjes over te maken. En met in het geval van de MH17. Ah, hoezo? Ik hoor helemaal nergens geintjes over te maken. Ja, niet over dit verhaal. Geintjes maken, dat is toch wel het. Nee, maar dat is toch wel het allerergste wat je kunt doen. Dat je grappen maakt over dingen die hartstikke serieus zijn. Oh ja, nee, maar dan bestaat er gewoon helemaal geen humor. Nou wel. En dan zijn we met uitgepraat over de humor. Wel humor. Wat die grappen over maken. Jij was trouwens mij aan het interviewen. Ja. Dat is waar. Ik zou de vragen stellen. En niet de antwoorden geven. Dus, Perry. Waar moet het heen met de wereld? Naar de, iedereen wil naar de verdoemenis. En ik ben een gezelschapsmens. Oké, maar dus jij wil ook naar de verdoemenis? Vraagteken. Vanwege de gezelschap, ja. Anders blijf ik hier in mijn eentje achter. Oh, dus ja. Oké. Okay. Wie bleef er ook alweer in zijn eentje achter? Was dat niet Belcampo? Zal ik eventjes Google erbij pakken? Want dat is wel een ingewikkelde vraag die je me nou stelt, hoor. Wie bleef er in zijn eentje achter? En dan, kijk, er moet er een N tussen. En dan nog iets van Belcampo, hè? Zo, hè? En dan nog iets van Belcampo. Ja, maar goed, ja. Voor de volgende keer mag je dat ook zelf opzoeken, hoor, van tevoren. De volgende keer mag je dat ook zelf opzoeken. Maar dan wil ik ook, ik wil ook best dat jij mij een vraag stelt en dan moet ik op Google kijken. Dat is ook, dat is ook waar het om gaat. Maar niet over de MH17. Ik begrijp de logica niet helemaal. Nee, maar dit is niet Frank Boeien, maar het is wat eronder staat. Het grote gebeuren of de laatste dag. Ik heb de eerste vraag dus. De eerste vraag. Ja, vroeg aan mij. Heb ik er gelijk in dat Belcampo zoiets heeft geschreven over. Wat zei je ook alweer? Wie bleef er in zijn eentje achter? Dat iemand als laatste. En die vraag heb ik beantwoord. Belcampo. Dan moet je tegen me zeggen. We gaan het erover hebben. Over het grote gebeuren van Belcampo. Dus klik even via UmiWord. Ja. Want we gaan het hebben over Belcampo. Want die heeft gezegd wat er gebeurt als je als je in je eentje overblijft. Ik wil niet in mijn eentje overblijven. Maar misschien moet je dan. Het is duidelijk dat je niet gelezen hebt het grote gebeuren. Van Belcampo. Mm-hmm. Want Belcampo heeft het daar heel. In het grote gebeuren heeft hij het daar heel erg over. Dat. Ja, in zijn dorp gebeurt het. De Rapture. Heb je wel eens van gehoord, hè, de Rapture? Ja. Hè, dat mensen die naar de hemel gaan, die kunnen de trap oplopen. En mensen die naar de hel gaan, dat is lastig. Oké. En wat Belcampo doet, is dat hij zijn vriendin, die eigenlijk naar de hel moet. Het duurt echt lang, deze vraag, hoor. Ik snap dat de vraag gaat ergens naartoe en die gaat terug naar de MH17. Die geeft hij een klein. Oh ja, het grote gebeuren, de MH17. Wat is je vraag? Mijn vraag.
Wie heeft het verdiend? Geen flauw benul wat ik moet antwoorden. Oké, dat is een goede vraag. Maar laten we er dan vanuit gaan dat niemand het verdiend heeft. Rusland niet. Oekraïne niet. Een lange intro voor een vraag hoor. Maleisië niet. Dus hoe gaan we over naar de volgende vraag? Ja, jij was de interviewer. En we als hadden we... het over de MH17. Nee, maar als we hier niet... Ja, maar als we hier niks verder over kunnen vertellen, hoe gaan we dan over naar de volgende vraag? Ja, dat lijkt me ook. Want over de MH17. Weet je nog dat die snelwegen afgezet werden? En weet je dat ze er ook niks gevonden hebben? En dat de onderste steen boven gehaald zou worden? En dat die onderste steen, die hebben ze niet gevonden. Nee, vind je het gek als je niet zoekt? Nou, ze hebben wel gezocht hoor. Maar, ga je mij in twijfel trekken? Vind je dat een zoekoperatie? Nou, ze hebben in ieder geval niks gevonden. De operatie, vroeg ik. Wat was de kwaliteit van die operatie? Die zoekoperatie. Nou, ze hebben niets gevonden, dus het zal wel een kutzoekstok zijn geweest. Waren ze er op tijd? Nee, ze waren er veel te laat. Hoeveel te laat? Veel te laat. Ja, hoeveel uur? Dagen? Hoe precies wil je het hebben? Ja, je mag ook in... 2 uur, 5 minuten en 6 seconden. Binnen een dag waren ze daar? Te laat. Ja, binnen een dag waren ze daar te laat. Ja. Nee, wat is dat dan weer? Je bent er binnen een dag of je bent er binnen 2 dagen. Hoe, ja, kom op. Wat voor wiskunde praten we hier? Wat... Het is toch heel eenvoudig, Marco? Maar hoeveel... Nee, maar te laat is te laat. Nee, maar waren ze 10 seconden te laat? Waren ze een minuut te laat? Of waren ze een uur te laat? Of waren ze een dag te laat? Ah. Ze waren te laat. En te laat is te laat. En dan maakt het niet uit of ze een seconde... Hoe snel hadden ze er kunnen zijn? Een maand of... Nou, niet sneller dan dat ze er waren. Echt niet sneller. Jij vindt... Want ze werden tegengehouden door mensen die... Nee, maar ze werden tegengehouden eerst nog door mensen die eerst nog hun sporen wilden opruimen. Wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben dat vliegtuig niet naar beneden geschoten. Wij moeten eerst onze sporen opruimen. En dan pas mogen de Nederlanders langskomen om te kijken of ze nog sporen vinden. En dan vinden ze teddybeertjes die ze nog naar mensen kunnen terugsturen. Ja, zo was het. Is toch lastig hoor. Ja, maar ja, ik vind het wel kut voor die mensen die er werkelijk wat mee te maken hebben gehad. Dat ze totaal in de zeik zijn gezet. En dat ze totaal, dat ze totaal geen rekening met ze gehouden worden. Met. Ja, en dat ze nu moeten leven met het feit dat ondanks dat een of andere meneer heeft gezegd, wij zullen de onderste steen boven halen. Dat zelfs de bovenste steen is niet naar onderen gehaald. Dat is verschrikkelijk. En dat taalgebruik ook, daar heb ik een aantal uitzendingen aan gewijd. Van de officiële overheidsdocumenten dinges. Het slaat, dat is gewoon eristieke dialectiek of andersom. Leugenaar. Maar dat is toch heel makkelijk. Maar dat is toch heel makkelijk. Ik bedoel, voor meneer Rutte is het toch heel makkelijk om te zeggen, wij zullen de onderste steen boven halen. En dat zal herinnerd worden.
En het feit dat hij nog geen kruiltje naar boven krijgt. Dat zal niemand van hem herinneren. En hij zullen van hem herinneren dat hij gezegd heeft... wij zullen de onderste steen boven halen. Yep. En die onderste steen, ja... Om nog maar te zwijgen over al die andere valse vlagoperaties. Want ik ben ervan overtuigd dat ze zo'n valse vlagoperatie gebruiken... om ongewenste personen even te elimineren. Nee. Hey. Dat is heel eenvoudig. Ja. Hey, want wie hebben het gedaan, die MH17? Ja, de paus natuurlijk. Al was het de paus. Ja, natuurlijk, man. De globalisten. Die vredelievende man in Rome. Ja. Nee, maar die vredelievende man in Rome. Ja. Die lieve man. Schatje, man. Onze Franco. Maar dat is het volgende onderwerp. Francisco. Ja, Francisco. Ja. Maar 9-11. Ja, lieve Franco, Francisco, ja. En 9-11. Onderwerp, antichrist. Ja, dat komt zo dadelijk, ja. 9-11, geloofde jij dat? Ik geloof er geen zak van. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd, man. Die torens stonden er wel en ze zijn weg. Daar heb ik overtuigende beelden van gezien. Hoor. En je moet zeggen, ze stonden ook wel een beetje uitnodigend. Hey, iedereen dacht van, nou, dan moeten ze een keer een paar vliegtuigen invliegen. Want, Ja, en dat heeft dan iemand gedaan. Die heeft een paar vliegtuigen ingegooid. Mm-hmm. Dat was degene die ook die torens heeft laten bouwen. Ja, nee, het is ook altijd zoiets van... Dat idee van een vliegtuig die Twin Towers in te sturen... Dat was ooit een idee van Microsoft... Hoe heette dat ook weer, dat ze zo'n vliegsimulator hadden? Ja, ga door. En dan kon je gewoon met een 747... kon je gewoon met een 747... kon je gewoon het World Trade Center invliegen. Ja. Ja. En dat hebben die mensen geoefend en geoefend en geoefend. Dankzij Microsoft. Hartstikke tof, Microsoft. Goed dat jullie dat zo doen. En toen zijn ze die torens ingevlogen. Dankzij de technologie van Microsoft. Ah, of andere technologie. Kom, je gaat mij niet vertellen dat Microsoft zo goed is. Ken je nog dat, die mop? Er waren twee astronauten, hè? Ja, en die gingen naar de maan of zo, of nog verder. Hè? En dan werden ze wakker uit een hibernation. En toen volgden ze de manual. En toen deden ze on voor de computer. Die zou dan gaan helpen als ze wakker zouden worden. En toen kreeg je zo'n Microsoft-vlag. En toen kregen ze allebei een hartaanval. Ja, ik ken een aflevering van Star Trek, die ken ik alleen maar van tekst. Uh-huh. En die heet First Contract. First Contract. En dan komen de... Ja, precies. En dan komen de Borg mensen tegen. Uh-huh. En wat de mensen dan doen, is dat ze Windows installeren op de computer van de Borg. Ja, dat en dat gaat dus wel, helemaal mis. Ja, natuurlijk. He, want dan krijgen ze ineens allerlei virussen. Ik snap ook echt niet wat het idee is. Waar ze helemaal niks van weten. Maar we gaan over naar het volgende onderwerp. De MH17 en 9-11. Wat zullen we meer nemen? Ook wat ik laatst weer heb gezien. D-Day in Normandië. Oh, dat al die mensen het strand op liepen. Ja. En werden dood... En werden doodgeschoten door die rotmoffen. Oh, ho, 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 ho.
Dit staat op internet, hè? Je bent momenteel aan het spreken voor een publiek van 8 jaar en ouder, hè? Ja. Je hoeft niet te verklappen aan de kinderen dat moraliteit iets van tegenwoordig is. En vroeger hadden we dat niet. Gaan we door. Nou, vroeger hadden we dat anders. Nee, terug over D-Day. Jij moet mij gaan vragen waarom ik begin over D-Day als valse vlag. Ja, nee, maar waarom liepen die mensen zo hard het strand op? Terwijl ze eigenlijk verwachten dat ze gewoon doodgeschoten zouden worden. Omdat ze een heel plan hadden... Waarom interrupeer je mij? Ja? Dat hebben ze gedaan om te vluchten voor de kogels. En ze hadden een met opzet geconstrueerd hopeloos aanvalsplan. Maar dat konden de jongens niet weten. Achteraf. Er is ook bij de. Bij de Eerste Wereldoorlog. Laat me even uitspreken. Dus je gaat. Ik was aan het antwoord geven. Ja. Omdat je geen kogels wil vangen. Ja, maar dan ga je in een strand op waarvan je weet dat daar een paar mensen zitten met machinegeweren. Dus waarom zou je dat strand op gaan? Omdat ze de voorkant hebben laten zakken. Een verrassing. En daar zit gewoon een machinegeweer en een ratatatatatat. Als je in die bak blijft zitten, ben je zonder meer dood. Ja, maar dat is ook best... Ik zit een beetje te flauwekullen. Want natuurlijk is het hartstikke goed dat die Engelsen, die Canadezen, die Australiërs... En al die andere geallieerden de stranden op zijn gelopen in, wat was het, Normandië. Dat ze Hitler hebben tegengewerkt. Dat ze hem vermoord hebben. En dat ze een paar miljoen van die Duitsers in die Rijndalkampen. Die hebben ze gewoon verhongerd en verdingerd in een paar weken. Bulldozers eroverheen. En al die vrouwen in Berlijn hebben ze verkracht. Dat vind je goed, of zo. En generaal Patton was een pussy. Nou, uiteindelijk wel. Ja. Want hij is vergiftigd. Want hij heeft helemaal niks te maken. Hij heeft helemaal niks te maken gehad met... Operation Overlord. Heeft hij helemaal niks mee te maken gehad. Want hij zat aan de hele andere kant van Engeland. Ja, met rubber opblaastankjes te spelen. Ja, dat beweer jij nou in één keer. Daar mag je ook een essay over schrijven. Of een uitzending over houden. En onderbouwen met bronnen. Maar goed... MH17 was een valse vlag. De Tweede Wereldoorlog was een of ander. Er was dat heel anders in elkaar. Het gaat er meer om, want waar ging D-Day over? Waar ging D-Day over? Maar nou we het er toch over hebben. Wie is van D-Day dan de antichrist? Oké, dan pakken we gelijk de volgende. Ja. Is Hitler de antichrist? Nee. Als een loopjongen. Niet? Een loopjongen. Dat is een loopjongen. De paus in die tijd was de antichrist. Okidoki. Rond hem even af. Pius. Dat is een mooie afronding. Oké. En op zijn hamburgers zag ik tjuhus en dag lievers.